Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel, van Genesis 1 tot Openbaring 22. We zijn vandaag toe aan Genesis 6 vanaf vers 14. En om het verband vast te houden, eerst een korte terugblik op waar we gebleven zijn. In de genoemde periode is het niet goed toeven op aarde. Overal is geweld en goddeloosheid. Mensen maken kwade plannen en voeren ze ook uit. Ze hebben zich vermengd met godenzonen. Dat zijn vermoedelijk afvallige engelen. Uit die huwelijken zijn reuzen voortgekomen. God. Ziet het, de enorme verdorvenheid en ongehoorzaamheid van de mensen raakt de Heere God diep en intens. Hij is niet een onbewogen toeschouwer. Even lijkt het erop dat God alles wat leeft, zijn hele schepping gaat vernietigen. Hij heeft spijt voor wat hij heeft gemaakt. Maar er is een uitzondering. Een man die waarde hecht aan het goede, aan een oprechte relatie met de Heere. Een man die niet meedoet met alle boosheid van de mensen om zich heen. Hij en zijn gezin dienen de Allerhoogste God trouw. Zijn naam? Noach. Dat betekent troost. God kent en ziet Noach, en hij geeft Noach de opdracht een ark te bouwen, een schuilplaats voor hemzelf en voor zijn gezin, wanneer God de wereld gaat oordelen. Noach gehoorzaamt God en neemt daarmee opnieuw duidelijk afstand van de zonde om zich heen. Tijdens de 120 jaar die Noach met zijn zonen aan de Ark bouwt, wacht God geduldig of er nog mensen zijn die zich willen bekeren. Maar de mensen weigeren om te luisteren naar de waarschuwingen van het oordeel. Integendeel, ze spotten en ze geloven het niet. De Bijbel geeft aan dat onze tijd wel vergelijkbaar is met die van Noach. Mensen spotten met God en verwerpen zijn aanbod van vergeving en verzoening. Veel mensen geloven niet dat de Heer terug zal komen, en leven door op hun eigen weg zonder God. Maar ook in deze tijd heeft God geduld. Mensen kunnen zich nog steeds bekeren, en ze kunnen hun redding vinden bij Jezus Christus. Het is tijd om naar het woord van God te luisteren. In de vorige uitzending zagen we dat God Noach meedeelde: Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. Genesis 6, vers 13. Zo'n bericht kun je voor kennisgeving aannemen en overgaan tot de orde van de dag. Noach kon dat niet. God gaf hem een opdracht. Genesis 6, vers 14 en 15. Bouw een ark van acaciahout en bestrijk het hout met pek om het water dicht te maken. Verdeel hem in dekken en onderkomens. Maak hem 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Acaciahout is een duurzame houtsoort. Al worden er in verschillende Bijbelvertalingen andere namen gebruikt. Bijvoorbeeld golverhout, Cypressenhout en pijnboomhout. In de grondtekst staat goverhout, maar het is onduidelijk met welke ons bekende houtsoort we het moeten vergelijken. Vast staat dat het een duurzame houtsoort moet zijn geweest. Verdeel hem in dekken en onderkomens. Een grote ruimte voor de olifant en minder ruimte voor kleinere dieren. Natuurlijk moest de ark ook waterdicht worden gemaakt. De kieren worden gedicht met pek of asfalt. De indruk die de meeste mensen van de ark van Noach hebben, is die van een soort woonboot. Maar is dat juist? Ik denk van niet. Een woonboot is een karikatuur van de werkelijkheid. De aanwijzingen van de Heer God laten zien dat de ark heel groot was. Ik kan me de vraag voorstellen: hoe konden de mensen in die dagen zo'n ark bouwen? De mensen van toen waren echt geen grootbewoners. Het waren intelligente mensen. En ze hadden een hoge beschaving. Het feit dat wij niet precies kunnen aangeven hoe de ark in die tijd is gemaakt, wil nog niet zeggen dat de mensen van toen zo'n groot vaartuig niet konden maken. Noach bouwde geen schip in de eigenlijke zin van het woord. De boeg, kiel, roer en de mast ontbreken. Hij kon het schip niet besturen. Maar was daarin afhankelijk van God. Hij hoefde de ark ook niet te besturen. Noach en zijn familie zouden een lange periode in de ark moeten verblijven. Niet zozeer om ermee van A naar B te varen, maar tot het einde van de zonvloed. De ark was vrij groot. De afmetingen kunnen worden vergeleken met die van de huidige zeeschepen. Vers 15 geeft de afmetingen 300 bij 50 bij 30 l. De l, niet altijd even lang, was ongeveer 45 centimeter, zodat de ark ongeveer 135 bij 22,5 bij 13,5 meter was. De Bijbelvertaling, die wij bij deze uitzendingen gebruiken, houdt een l-lengte van 50 centimeter aan. Vandaar de afmetingen. 150 bij 25 bij 15 meter. Maak er een lichtsleuf in die een halve meter onder het dak rond het hele schip loopt en verdeel het schip in drie dekken: een benedendek, een middendek en een bovendek. In de zijkant van het schip moet u de ingang maken. Genesis 6 vers 16. De lichtsleuf of het raam lijkt erg klein, maar het was een licht en lucht Sleuf die rondom het hele schip liep. Lucht sleuf, ja. Denk eens aan de lucht, of, zo u wilt, aan de stank van al die dieren. Al de tijd dat de ark drijft, verblijven ze met Noach en zijn familie in de ark. De sleuf was 45 tot 50 centimeter hoog, en de dakrand zal als overstek boven de sleuf hebben gediend. Was het wel uit te houden in de ark? Ik denk van wel, het moet er redelijk comfortabel zijn geweest, en de geur was er ook uit te houden. Nergens wordt vermeld, dat de dieren en mensen in de ark het niet hebben overleefd. De ark had maar één ingang, dat is opmerkelijk. Vanuit het Nieuwe Testament kun je het geestelijk gezien vergelijken met een uitspraak van de Jezus Christus. In Johannes 10, vers 9, zegt Hij, ''Ik ben de deur.'' En wie door mij binnenkomt, zal gered worden. Zo is hij vandaag de ark voor ons. Bent u al door hem mogen binnengaan? Wat zal er gaan gebeuren? Wie waren de passagiers van de ark? En hoe konden ze overleven? Genesis 6, vers 17 tot en met 20. Ik zal namelijk een enorme watervloed over de aarde laten gaan, die alle levende wezens zal doden. Iedereen en alles zal sterven. Vers 17. Gods oordeel komt over de aarde, over de dieren, de vogels en de mensen. Maar met u sluit ik een verbond. U zult veilig in het schip zijn, met uw vrouw, uw zonen en hun vrouwen. Voordat de vloed komt, moet u van elk dier een mannetje en een vrouwtje aan boord nemen, zodat die de vloed overleven, van elke vogel, van elk soort vee. Elk kruipend of ander dier moet een paar aan boord zijn. Genesis 6, vers 18 tot en met 20. Noach was geen grote jager. Hij hoefde de dieren ook niet op te gaan zoeken. Nee, ze kwamen naar hem toe. Er waren ook roofdieren bij. Noach zal er geen problemen mee hebben gehad. Alles was in Gods hand. Alle dieren kwamen immers naar hem en daar toe. Vers 21 en 22. Zorg verder voor al het voedsel dat uw familie en de dieren nodig hebben. Noach volgde alle aanwijzingen van God op. In deze verzen is Noach erg praktisch bezig. Hij sloeg hooi op in de ark. Zouden de wilde dieren en mensen ook vlees hebben gegeten? Gedurende de tijd in de ark aten mensen en dieren, volgens Dominé waarschijnlijk geen vlees. In het licht van vers 2 en 3 zou je daar ook anders over kunnen denken. Konden al die verschillende dieren wel bij elkaar in de ark? Misschien was het wel een voorproefje van wat we in Jesaja 11 vers 6 en 7 lezen. Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. In de toekomst zal dat zeker gebeuren. De zondvloed komt. Genesis 7 vers 1. De dag brak aan waarop de heren tegen Noach zei: Ga met uw familie aan boord van de ark. Want u bent de enige rechtvaardige tussen al die anderen die de aarde bewonen. U bent de enige rechtvaardige tussen al die anderen die de aarde bewonen. Op grond waarvan zei God dat tegen Noach? Waarom noemde de Heer hem een rechtvaardige? Dat was door het geloof. Net zoals later bij Abraham. Ook hij werd gerekend tot de rechtvaardige vanwege zijn geloof. We lezen in Genesis 15, vers 6. Abraham geloofde het woord van de Heer en dat was de reden dat God hem als rechtvaardig mens beschouwde. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde. Geloofde Noach hem? Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Door dat vertrouwen werd hij één van hen die voor God rechtvaardig zijn. Hebréë 11, vers 7. Dat is de reden dat God hem en zijn gezin redde. Het valt op in Genesis 7 hoe barmhartig de Heere God is. Juist in tijden van oordeel. We hebben in vers 1 gelezen dat God zei: Ga met uw familie aan boord van de ark. En in vers 16 lezen we: Toen sloot de Heere God de toegang tot de ark. God liet Noach niet aan zijn lot over en zou hem niet vergeten. Soms kan een mens zo'n gevoel bekruipen: God heeft mij verlaten. Belezen in Genesis 8, vers 1. Maar God had Noach en de dieren in de ark niet vergeten. God had Noach gemakkelijk kunnen vergeten, al moet ik zeggen dat het vaak eerder een gedachte van mens is. De Heer God kent geen vergeten. We lezen wel in de Bijbel dat Hij aan dingen niet meer denkt, maar dat is niet hetzelfde als vergeten. God had Noach en de dier in de aard niet vergeten. God herinnerde zich Noach, dat is prachtig. Luisteraar, de Heer weet ook wie u en jij bent. Als een mens de Heer Jezus Christus mag kennen als persoonlijke heiland en verlosser, dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Jezaja 43, vers 25. Daar zegt de Heer: ik ben het, die terwille van mijzelf uw zonde wegdoe en er nooit meer aan zal denken. Zeker, Jezaja spreekt woorden van God tegen het volk Israël, maar denkt u dat het nu anders is... Als Christus voor u alles heeft volbracht? Nee, op grond van Zijn offer denkt God niet meer aan onze zonde. Hij doet niet met ons aan onze zonde, maar naar Zijn barmhartigheid. Weet u luisteraar, daar word ik stil van. Dan heb ik geen woorden meer. Dan juicht mijn ziel, hoe groot zijt Gij. Noach gaat met Zijn familie in de ark. Het is bekend dat de geschiedenis van Noach, net als het scheppingsverhaal, over de hele wereld bekend is geworden. In andere culturen komen we dezelfde geschiedenissen tegen. Er zijn soms verrassende overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Het voert te ver om nu in te gaan op gelijke geschiedenissen uit Babylonië en Mesopotamië. Als u over dit onderwerp meer wilt weten, dan kunt u contact met ons opnemen. In ieder geval is het een feit dat veel volken en culturen een verslag van de schepping en de zondvloed hebben. Bij vergelijkingen en verschillen gaat het in discussies meestal over het punt welke geschiedenis was er nu het eerst. Misschien is het goed om bij al die discussies in gedachten te houden dat de Bijbel vertelt dat de zondvloed een oordeel van God was over de mensen vanwege hun verdorvenheid en zonde. We gaan verder met Genesis 7, vers 2 en 3. Neem ook de dieren aan boord, van elk soort één paar, uitgezonderd de dieren die Ik heb bestemd tot voedsel en offer. Van die dieren moet u zeven paar aan boord nemen, evenals van de vogels. Op die manier zullen ze na de grote watervloed hun soort in stand houden. Hebben wij in deze verse met een tegenstelling te maken? Waarom wordt eerst opdracht gegeven van elk soort één paar en later van die dieren moet u zeven paar aan boord nemen? Dit lijkt een tegenstelling, maar mogelijk kan het helpen om te letten op wat er gebeurde toen Noach na de zondvloed de ark verliet. In Genesis 8, vers 20 lezen we: Toen bouwde Noach een altaar en offerde een aantal dieren en vogels die de Heer had aangewezen als offerdieren. Noach offerde de dieren die God daarvoor had aangewezen. Waarvan had hij moeten offeren als er alleen twee van ieder dier waren geweest? Hetzelfde God ook voor de dieren die gegeten mochten worden. De dieren die de mens het meest nodig heeft, zijn in de ark in meerdere aantallen aanwezig dan de anderen. Dit onderscheid komt ook later tot uitdrukking in de offerwetgeving in Leviticus 11 en Deuteronomium 14. We komen daartegen in het onderscheid tussen reine en onreine dieren, maar het is hier al bekend. Het is zelfs mogelijk dat er al delen van offerdieren werden gegeten. Ik ben er bij de bespreking van Genesis 4, vers 4 al kort op ingegaan. Over een week zal het gaan regenen. Veertig dagen en nachten achter elkaar. Alle levende wezens die ik heb gemaakt en die op het droge leven zullen sterven. Genesis 7, vers 4. Zeven dagen lang stond de ark er, midden op het land. De mensen hebben het gezien dat Noach en zijn familie naar binnen zijn gegaan. De deuren gingen dicht. Ze hadden zeven dagen lang op de deur van de ark kunnen kloppen. Maar ze hebben het niet gedaan. Ze hebben Noach uitgelachen en bespot. De boodschap van God ging het ene oor in en het andere weer uit. Ze geloofden God niet op zijn woord. En wij, u, jij en ik, God zou ze hebben gered als ze dat wel hadden gedaan. Noach volgde al de bevelen van de Heer op. Hij was 600 jaar oud toen de vloed over de aarde kwam, en hij ging met zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen in de ark om aan de vloed te ontkomen. Alle dieren. Die bestemd waren om te offeren of om te eten. En de andere soorten kwamen in paren naar de ark. Mannetjes en vrouwtjes. Precies zoals God het Noach had gezegd. Genesis 7, vers 5 tot en met 9. Nergens lezen we in de Bijbel dat Noach erop uittrok om de dieren in de ark te drijven. Dat was ook niet nodig. Ze kwamen zelf naar de ark toe. Noach is 600 jaar. En zijn zoons zijn ongeveer 100 jaar. Gebaseerd op Genesis 5, vers 32. Wanneer de zondvloed begint. De inscheping is belangrijker in de vertelling dan de bouw van de ark. Uit de volgorde, die wordt genoemd ook in vers 13, valt op dat eerst alle mannen en dan de vrouwen aan boord gaan. Vers 9 geeft de komst van de dieren weer. God zorgt dat de dieren naar de ark toe komen en Noach heeft de verantwoordelijkheid voor het opvangen en binnenleiden in de ark. Een week later, toen Noach 600 jaar oud was, op de 17e dag van de tweede maand, stroomde de regen uit de hemel neer en braken de ondergrondse watermassa's open, en dat gedurende 40 dagen en nachten. Genesis 7, vers 11 en 12. Toen sloot de Heere God de toegang tot de ark. Veertig dagen lang raasde de enorme watervloed over de aarde, bedekte alles en nam de ark hoog op zijn golven mee. Genesis 7, vers 16 en 17. Is er een wetenschappelijk en historisch bewijs voor de zondvloed? Christelijke wetenschappers hebben aangetoond dat er een wereldwijde zondvloed is geweest. Het was een wereldomvattende ramp en er is ook historisch bewijs voor. Daarnaast geven de genoemde wetenschappers aan dat de aardrijkskundige veranderingen die we vandaag aan de dag waarnemen, op dezelfde manier werken als lang geleden tijdens de zondvloed. Het feit dat er in oude culturen een verslag van een zondvloed werd doorgegeven, laat zien dat er een zondvloed geweest moet zijn. Het is aannemelijk dat een verslag van een tragedie van een dergelijke omvang bewaard is gebleven. De ene godsdienst of religie heeft de overleveringen niet aan een ander ontleend, maar bezat deze overlevering min of meer primitief in hun oorspronkelijke vorm. Het verslag in Genesis is het meest zuivere, het minst gekleurd door overdrijvingen en, het staat het dichtst bij dat wat de oorspronkelijke bron van deze verslagen is geweest. God heeft de schrijvers van de Bijbel daarbij geleid. En daarmee wordt de betrouwbaarheid van het eindproduct gegarandeerd. Genesis 7, vers 23. God vernietigde alles. Uitgezonderd Noach en zijn familie die in de ark waren. Er zijn wetenschappers die zeggen dat de zondvloed alleen plaatselijk is geweest. En wel beperkt bleef tot het gebied van de Euphrat en de Tigris. Met andere woorden, het was een soort binnenmeer en verder niet. Vers 23 uit Genesis 7 verwerpt die gedachte: Ik ben er zeker van dat de Bijbel duidelijk maakt dat de zonvloed de hele aarde betrof. In Genesis 6, vers 13 zei God dat Hij de hele aarde zou vernietigen door de zonvloed. En als God iets zegt, dan doet hij dat ook. Als je zegt dat de zondvloed niet overal op aarde is geweest, dan zeg je ook dat God niet alles heeft vernietigd. Terwijl hij zelf zegt dat hij dat wel heeft gedaan, dan is er sprake van een dilemma. Het punt waar een mens dan voor staat is of ik geloof God op zijn woord of ik verwerp wat wordt gezegd. De Bijbel zegt duidelijk dat de zondvloed overal was. God vernietigde alles, uitgezonderd Noach en zijn familie, die in de ark waren. De watervloed bedekte de aarde 150 dagen lang. Genesis 7 vers 24. Met andere woorden, de watervloed bleef ongeveer een half jaar lang de aardbodem bedekken. Ook dit vers laat zien dat we bij de zondvloed niet moeten denken aan een plaatselijke vloed. Maar dat niet alleen. Het geeft ook een antwoord aan ongelovigen. Aan mensen die spottend positie innemen tegen de zonvloed en het woord van God. De apostel Petrus zegt daarover, in 2 Petrus 3, vers 3 en 4, Ik wil u er vooral op wijzen, dat er in de laatste dagen mensen zullen komen, die met alles spotten, en alleen maar hun eigen zin doen. Zij zullen schamper opmerken, er is toch beloofd, dat de Christus zou komen, waar blijft hij dan? Onze voorouders zijn gestorven en er is niets veranderd. Vanaf het begin van de wereld is alles gebleven zoals het is geweest. Spotters zijn er altijd geweest. Een spotter is altijd een ongelovige. Maar een mens kan niet van twee walletjes eten. Je kunt geen spotter zijn en tegelijk de Bijbel aanvaarden als het onvervalste en betrouwbare woord van God. Het is of het een of het ander. Dat moet u duidelijk zien, luisteraar. Hink op twee gedachten is vaak het gevolg van een besluiteloosheid waarmee een mens wordt overvallen. Wat moet je nu doen? Regelmatig staat een mens voor het maken van een keuze. Als we er maar even onderuit kunnen, dan maken wij liever geen keuze. Bij de dingen die wij hier bespreken gaat het altijd weer om de vraag, geloof ik de Heer God op zijn woord? Luisteraar. Misschien is het een oplossing om eens andersom te denken. Waarom zou u God niet op zijn woord geloven? Wat heeft u er nu zo van overtuigd dat Gods woord niet te geloven is? Alleen de twijfel aan Gods woord is al funest, want daarmee maakt de mens God tot een leugenaar. Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach hem. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Door dat vertrouwen werd hij een van hen die voor God rechtvaardig zijn. Hebreë 11 vers 7. Dat is de reden dat God hem en zijn gezin redden. Op wie of wat heeft u uw vertrouwen gesteld? Aan het eind van deze uitzending wil ik nog iets zeggen over de datering van de zondvloed. De datering gebeurt aan de hand van de leeftijd van Noach. Het is vermoedelijk alleen gekoppeld aan zijn levensjaar en niet aan een bepaald kalenderjaar. De inscheping begint op de tiende dag van de tweede maand van Noach's zeshonderdste levensjaar. De regenval begint een week later op de zeventiende dag van de tweede maand van Noach's zeshonderdste levensjaar. Dan gaan de bronwellen van de waterdiepte open en het ondergrondse water komt omhoog. Ook gaan de vensters van de hemel open en de stortregens vallen neer. De kosmos dreigt terug te vallen in de situatie die we lazen in Genesis 1 vers 2. In Jesaja 24 lezen we, de vernietiging valt vanuit de hemel op u, de aarde beeft onder uw voeten. De aarde wankelt gevaarlijk, alles is verloren en verward. De aarde zwaait heen en weer als een dronkaard en schudt als een tent in een storm. Ze valt en zal niet meer opstaan, want de zonden drukken als een zware last op haar. Maar er is de belofte van een nieuw begin. De Heere sluit de deur, dat wil zeggen, God neemt verantwoordelijkheid op zich voor de veiligheid van mens en dier in de ark. In al het geweld, in al het beven, bij alles dat wankelt en zwaait, bij alles dat schudt en valt, is de ark de enige veilige plek, een plaats onder Gods bescherming. In zijn tweede brief, hoofdstuk 3, vers 5 tot en met 10, zegt Petrus: Zij gaan er met opzet aan voorbij dat de hemel en de aarde er vroeger al waren. De aarde was uit water ontstaan. En werd door water omringd. En dit alles werd bijeengehouden door wat God gezegd had. Maar de wereld van die tijd is door een enorme overstroming ten onder gegaan. En God heeft gezegd dat het tegenwoordige hemel en de aarde zorgvuldig bewaard worden. voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel, als alle mensen die niets van God willen weten ten onder zullen gaan. Vrienden. U moet niet vergeten dat voor de Heer één dag als duizend jaar is en duizend jaar als één dag. Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen. Vandaag is onze Ark geen schip van hout, maar een persoon, Jezus Christus. Zoek hem terwijl hij nog te vinden is. Luistert naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432 0342 4784. 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770 AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corweda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.